Dit hier had bouwland moeten worden voor de beste aardappelen van Nederland. Maar premier Van Acht stak er inderdaad een stokje voor. Hij zei, bliksem, aardappelen zijn mooi, maar natuur is nog veel mooier. Ruim 500 jaar hebben de Biltkers, dat zijn de bewoners van dit stukje Friesland, Bilt, land gewonnen op de zee. En het slikwerken, waartoe ik zojuist een niet geheel geslaagde poging deed, was eigenlijk de laatste fase van een eeuwenlang proces van land winnen door de Friezen. Boeterbrine en green cheese. Nee, boeterbrine en green cheese. Green cheese. Boeterbrine. Nou, ik moet zeggen, het Friese land komt behoorlijk overweldigend op me over. Het is hoog tijd dat ik er wat verklaring bij krijg van iemand die er veel verstand van heeft. En hier staat zo iemand al zo waar. Bij de slikwerker. Aldert Cuperus. Ja. Die moeten we hebben. Zo. Ivo de Wijs. Aldert Cuperus. Maar u bent dus binnendieks. Ik ben binnendieks, ja. Bij dit prachtige beeld. Hier op de Wadden. Wereld van water en slik. Won hij land uit zee. In weer en wien. Skep voor skep. Monnikenwerk. Het moet toch vreselijk geweest zijn voor die mensen dat in 72 werd besloten dat het maar gedaan moest zijn met die landaanwinningen. Er zijn er oude slikwerkers geweest die hun hele leven dit werk gedaan hebben, die nooit weer tot aan hun dood toe buiten dijk zijn geweest. Het idee dat ze voor niks gewerkt hadden. Ja, die eigenlijk vonden dat ze hun hele leven hadden voor de katse VO gewerkt. Ja, maar dan is dat beeld eigenlijk een beetje een zoethouwertje. Dat is ook een zoethouwertje. Ja. Ze rolt met slikveld in, teugen en standbeeld. Ja. Dat waren de waardering voor het werk wat hij deed. Ja, en daarmee werd ook een tijdvak van eeuwen afgesloten, want aldoor dijkte men de zee in. Ja, dat is ook heel moeilijk voor heel veel oudere mensen, vooral om dat nog te begrijpen, dat men nu goed akkerland voor wind en water laat liggen. Hoe werkte dat vroeger? Want de zee bracht dat land aan, hè, vanzelf. Ja, het bilde aan. Hè? Het bilde op. Het bilde op. Opbillen. Vandaar ook de naam van onze gemeente, het bild. Het opgebilde. Dus de zee die kwam, werd doodtij. De vaste delen in het water zonken naar beneden. En het werd weer eb. En dan bleven de vaste delen achter. En die werden dus steeds op die akkers geschept. En dan kwamen in die geulen, met de volgende tijwater, kwam weer vloedwater in. Met vaste delen, die bezonken weer, werden er weer uitgeschept. En zo gewon men land op de zee. Op een gegeven moment leg je er toch weer een dijkje omheen dan? Ja, dat was de bedoeling ook, alleen dat werd afgeschoten. Dat is hier 450 jaar is dat de gewoonte geweest, dat wanneer de zee weer een stuk kwelder had gemaakt, dat men die kwelder dan bedijkte. En van wie was dat land dan? Dat was voor de mensen die de dijk onderhielden, die hadden als eerste recht op het gebruiken van het buitendijksland. Het lijkt soms wel als de Friezen dat hebben uitgevonden, hè? Verkavelen, vakjes maken, et cetera, et cetera. Ja, maar die echte oude verkaveling die is toch wel door de natuur gevormd. Maar dan zouden we naar het oude Friesland moeten kijken. Hoe oud? 400 jaar voor Christus. Kunnen we dat zien dan? Jazeker. Nou gaan we dat zien. Oké, dan gaan we. Het beeld ligt in de monding van de vroegere Middelzee die Friesland tot in de 12e eeuw in tweeën deelde, Westergo en Oostergo. Het inpolderen van het beeld gebeurde, voor het eerst in Friesland, op een planmatige manier. Onder leiding van de landsheer werd door vier edelen uit Holland omstreeks 1500 de oude beelddijk aangelegd. De nieuwe beelddijk werd een eeuw later opgeworpen.
In de 18e eeuw tenslotte werd de laatste kwelder ingepolderd door de aanleg van de Poldijk. De verkaveling van het beeld is door de collectieve inpoldering en het recht van opstrek zeer regelmatig. Dit in tegenstelling tot het oude land van Oostergo en Westergo, dat gekenmerkt wordt door terpen, blokvormige verkaveling, kronkelweggetjes en dito waterloopjes. In Friesland loopt een plakje grond van krap 8000 morgen. Dat nacht vergoed 300 jaar, maar krijgt het heaven wirgwaar en weinig gaan van zorgen. Oh, waait het. Dit is de toren van Minnerscha. Ja. En die staat op een oude kwelderwal. Die staat boven op een oude kwelderwal. En waar is het beeld? Het beeld is daar, in het noorden. En daar, verder weer achter, ligt uiteindelijk de Poldijk of de Zeedijk. Waar we net vandaan komen bij de slikwerken. Daar? Dat ligt daar. En wat ligt daar? Daar liggen die oude kwelderwallen die zo langzamerhand zijn opgebouwd door de zee. Met tussenpozen van enkele eeuwen zijn die ontstaan. Maar waar kun je dat zien? We weten dus dat Minnerscha op een kwelderwal gebouwd is, op het einde van een kwelderwal. En dat die kwelderwal doorloopt van hier naar het Chimarum, Seksbierum. Dan krijg je dus achtereenvolgens al die kwelderwallen. Die zijn ontstaan terug in de tijd. Waar mensen zich in het begin, 400 jaar voor Christus ongeveer, tot wonen hebben gezet. Maar lag deze plaats ooit echt aan zee? Die lag ooit aan zee. Hieronder was de haven van Minnerscha. De haven van Minnerscha? De haven van Minnerscha, ja, die was hier. En nu heb je de zee pas helemaal daar. Dus de hele visserij van Minnerscha is teloor gegaan. Nou, dat is een heel ander verhaal. Maar... De Zwette, bekend als onderdeel van de Elfstedentocht, vormt de grens tussen Oostergo en Westergo en diende als afwateringskanaal. Het aanwinnen van land zorgde er namelijk voor dat het water binnen dijks niet meer op natuurlijke wijze kon afvloeien. De Friezen kregen daardoor te kampen met wateroverlast. Kijk, daar in de verte, daar ligt Leeuwarden. Jazeker. Daar start de Elfstedentocht en ja. Die Elfstedentocht komt hier onderdoor. Ja, dan is het nog donker wanneer ze hier passeren richting Sneek. Ja. Dit is de fameuze Zwette. Dit is de Zwette. Dit is de scheidslijn tussen Westergo en Oostergo. En eens was dit zee. Ja, dat stuk van Westergo was zee en dat stuk van Oostergo was ook zee. En toen die hele zaak was opgebild, dichtgeslipt, hebben ze keurig in de midden hebben ze de Zwette gegraven als een scheidslijn en een verdeling van het land tussen Westergo en Oostergo. Ja, en loopt die Zwette helemaal tot de zee aan toe? Vroeger liep hij tussen de eilanden Ameland en Terschelling door. Maar die hebben ze in 1290 is die Middelzee tussen Beetchem en Britsum afgedamd. En kon de zee dus grond brengen waar het beeld mee is opgebouwd. En dat was niet zomaar grond, dat was hele goede grond die mensen graag wilden hebben. Hele goede vruchtbare klei. Dus de mensen lieten gewoon de zee het werk doen. Ja, natuurlijk. Het beeld werd een land vruchtbaar van gewas en graan. En een ander voor je laten werken is toch altijd leuk? Zeker. Zie de Zwette. De Friezen waren hoofdzakelijk veehouders, maar ook zeevaart en handel zat ze in het bloed. In het landschap zijn nog sporen te zien van de vroegere rijkdom. Dus dit is Jorvert. Jorvert, een plek die zoveel bekoorlijks uit lang vervlogen dagen heeft weten te bewaren. In ieder geval een oude kerk die bewaard is. Hoe oud is de kerk? 12 eeuw. En het is een raar soort stenen. Tufsteen. Buitenlandse steen? Dat is een Duits gesteente, en dat is een lava gesteente. Dit werd aangevoerd vanuit het Eifelgebergte. Het is een vulkanisch gesteente, wat daar werd gewonnen en dan per schip vervoerd naar hier. Maar dan moet het rijk geweest zijn hier. Het was ontzettend rijk. En waar kwam die rijkdom vandaan dan? Van de handel.
Sorry, ik breng van, de kerk af. Het is heel zacht spul. Valt erg mee. Ja, sorry, daar kwam die rijkdom vandaan. Van de handel die ze dreven, want de zee die bracht steeds meer, slipde die grond aan tussen de terpen. De dijken tussen de terpen werden gemaakt. Dus ook aan die kanten kwamen er landerijen bij. Bevolking nam toe. En van de 6e tot de 12e eeuw was Westergo een bloeiend handelscentrum. Die goede verbindingen had via de Middelzee en de Marnesling met het omringende land. Zo rijk dat ze dus de steen voor hun kerk uit Duitsland konden laten komen. Ja. En ook op een terp weer, hè? En op een terp, boven op een terp, ja. Al die bewoningsplaatsen die zijn gesticht op een van de 1000 terpen die er in Friesland zijn en waren. En al die dorpen, Jorvert, Van Wierde, het is de oudste benaming voor de terp. Al de namen, Hovert, Verver, Wiewert. En de uitgang op Um? Zijn ook op een terp gebouwd. Je wandelt hier echt van terp naar terp, van werd naar werd, van Um naar Um. Jazeker. De eerste bewoners in Friesland gingen op de hoger gelegen kwelderwallen wonen. Toch overstroomde het land nog regelmatig. En om zich daartegen te beschermen, wierpen de mensen kunstmatige woonheuvels op. Gebruikmakend van huisvuil, mest en kwelderzoden. Beste Albert, ik heb hier een tekst van Plinius de Oudere. Dit armzalige volk, het gaat over de Friezen, ja, dat op omhoogstekende heuvels woont, die het zelf met de blote handen heeft opgeworpen. Bij vloed zijn het net schepelingen, bij eb eerder schipbreukelingen. Zo is het. Wat een treurnis. We staan op een terp hier, hè? Zeker. En op die terp zijn ze aan het boren. Maar ja. Wat zijn ze aan het boren? Laten we eens kijken wat ze boren. Nou, kijken wat ze boren. Goedemorgen. Waarom boren jullie in de terp? Wij zijn archeologisch boronderzoek aan het doen op deze terp hier. En dit zijn dus de lagen van de terp, ja, kun je dan zien. Wat kunt u daar nou uit aflezen? Kunnen we de opbouw van de terp bekijken. Hey, dit is blauwig. Wat is dat dan? Dat zijn de afzettingen van de kwelder hier. Dus dit is door de zee gebracht? Dat is door de zee gebracht, ja. En dit is door de mensen opgeworpen? Maar is dit nu de menselijke afvalproducten waarmee de terp is opgehoogd? Ja, nou, dit zijn mestlagen. Nou, ja, dat wijst ook weer op wat voor manier men leeft. Men deed dus aan landbouw, men had dieren. Dat, ja. dat zit zich ook af op de terp. Ja. Dit is dan door mensen opgeworpen? Ja. Ja. Eerst de Friezen woonden op kwelderwallen. Dat was opgeworpen door de zee. Maar waarom hadden ze dan die terpen nodig? Als de zee weer eens bewezen had dat de woonplek waar ze woonden te laag was en die door de zee werd overstroomd, gingen ze hun woonplek verhogen. Zowel op de kwelderwallen als hier in deze buurt waar ze op de oevers van de Kreken woonden. En hoeveel waren dat? Of hoeveel zijn er nog? In Friesland zijn er ongeveer 1000 terpen. En langzamerhand groeiden die terpen ook aan elkaar, toch? Nou, die werden kunstmatig aan elkaar gebracht door dijkjes tussen de terpen aan te leggen. En zo ontstonden de memmenpolders. En memme is moeder? Ja. Dat waren dan gewoon dijkjes om een gebied? Om een gebied, heen, ja. En dan had je een polder? En dan had je een polder. En op die terpen zat je veilig. En zijn er ook niet dorpen dan op die terpen gegroeid? Jazeker, die zijn er ook gegroeid. Dorpen, het woord dorp is afgeleid van het woord terp. Het is hetzelfde woord? Ja. Oh, dat wist ik niet. Nee, weer wat geleerd. Ja. En zitten er wel eens dingetjes in? Het is natuurlijk heel beperkt, omdat we maar met een klein boor werken. Klein boortje? Ja. Ja. Wat zijn dit? Vuistbijlen, hè? Nee. Nee? Nee, het zijn fragmenten van aardewerken potten. Al het materiaal wat men niet meer nodig had, dat verdween op en rond de terp. Ja, ja. En droeg bij aan de ophouding. Toch bij aan de ophouding, ja. Ja. Dus het is bedoeld en onbedoeld werd een terp langzamerhand hoger. Maar Albert, er worden ook veel terpen afgegraven, of er zijn terpen afgegraven. Jazeker. In het begin van de vorige eeuw. Om de vruchtbare terpaden naar streken te brengen die minder vruchtbaar waren en daarmee de grond te verbeteren. En dat gebeurt nu niet meer? Wordt nu niet meer afgegraven? Nee. Ze hebben nu kunstmest. Ja. Nee. Terpen zijn niet alleen een karakteristieke verschijning in het Friese landschap. Ze bevatten ook een schat aan informatie over de historie van de provincie. Recente opgravingen, zoals die bij Wijnaldum, toon het belang van de Friese handel aan. Tot aan het eind van de vorige eeuw zijn de meeste terpen in hun volle omvang blijven liggen. Eerst de terpen. Eerst de terpen. En toen de dijken. Toen de dijken.
En nog altijd is goed te zien waar die dorpen en die derpen hebben gelegen. Altijd op die hoge stukken land. En heb je hier geen problemen met de waterhuishouding? Voordat we gemalen hadden, hadden we molens. En voordat er molens waren, hadden we de natuurlijke afloop van het water. Dus men had wel bij extreem veel regenval last van het water. Maar de grond is hier toch relatief hoog ten opzichte van het ons omringende gebied. Fazant? Ja, een fazante haan. De strijd tegen het water is bepalend geweest voor de inrichting van het Friese landschap. Terpen zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook bij sommige akkers blijken er nog sporen te zien van ouderwets watermanagement. Stop! Oh, dan moet ik het zien zeker. Ja, een kruinig perceel. Kruinig perceel? Dat gele. Maar ik zie niks. Nou, dit bolling, de bolling van het perceel. Daar heb je die bieten, dat is een vlak perceel. Ja? Dat zwarte daar is een vlak perceel, maar daar loopt het in 3 golven op. Ja, nu zie ik het. Het bolt als je kruin. Ja, ja. En dat deden de boeren vroeger. Ploegden ze het land naar de midden toe op, heet dat, om de afwatering van het perceel beter te kunnen laten plaatsvinden. Dus dit is heel oud? Dit is al oud, ja. Dit is van na 1715. Schenkertje. Ja, maar waarom doen ze dat tegenwoordig niet meer? Omdat ze nu de drainage hebben. En de drainage vertrouwen ze veel meer op. Nou, dat hebben we gezien laatst dat met een enorme hoeveelheid water de drainage het lang niet kon verwerken. Dus eigenlijk was dit een heel goed systeem? Ja, zeker. Ja, ja. Kruinig perceel. Een kruinig perceel. Je ziet veel al de dingen die eerst gemaakt zijn, dan weer anders moeten. En uiteindelijk keert men toch weer terug naar de situatie van de middeleeuwen. Ja. Naar rechts? Naar rechts, ja. En nu de ruitverkavelingen de landerijen veel groter hebben gemaakt. Dan worden die sloten ook weer dichtgegooid. Dan worden die sloten weer dichtgegooid. En moeten de gemalen veel meer dat water beheersen, of de waterstand beheersen. Het is mooi en het is fris, maar wat maakt het nou zo bijzonder? Bijzonder hier aan dit punt is dat hier bijna 1000 jaar bedijkingsgeschiedenis bij elkaar komt. Achter die Rietkraag ligt de Zeedijk die Friesland tot 1574 tegen de zee beschermde. En het land daarachter ligt nu al bijna 1000 jaar achter een zeedijk. In 1505 werd deze dijk, de Oudebeldijk, aangelegd. En kwam dit land dus binnen de dijk te liggen. Dan heb je bijna een verschil van 500 jaar op dit hele kleine stukje. Het zijn allemaal zeedijken inderdaad, die steeds weer een beetje opschoven. Want nu ligt de zeedijk daar. Ja, en die is van 1972. Dit is de jongste dijk? Dit is de jongste dijk, ja. En hier is dus geen nieuwe natuur gekomen? Nee, de Waddenclub, bij hoge uitzondering, pande die geen proces aan om dit stuk van Friesland binnen de dijk te brengen. Er zit een helemaal nieuwe dijk daar, ja. een nieuw land hier. Ja. Ik zie op het nieuwe land toch nog iets ouds, want misschien op een grensje, daar die paal daar. Dat is een grenspaal. Ja, ja. Maar van wat dan? Die geeft de grens aan tussen het oude land en het nieuwe land aan die kant, het beeld. Ja, ja. En waarom was dat gescheiden? Dat was gescheiden omdat dus de binnendijkers en de Bilkers ruzie kregen over het gebruik van de grond. Nou, dat kon natuurlijk niet. Dan hebben de regenten van Philips II hebben de grens vastgesteld vanaf dit punt naar de Brandaris op de Schelling. Maar het was dus geruzie om de grond? Het was geruzie over de grond, ja. Het was geruzie om de vruchtbare jonge zeeklei van het beeld, dat de Bilkers die wilden beschermen. Want die nieuwe zeeklei die bracht veel meer op? Ja, de opbrengsten op het beeld waren enorm hoog ten opzichte van de opbrengsten op het oudland. En vandaar die paal? En vandaar die paal, die grens die hier duidelijk maakt wat tot het beeld behoort en wat tot het oudland behoort. Ja. Geen geruzie en geouwe hoer meer, geen vergravingen meer van sloten, maar dit is de lijn en jullie aan die kant en jullie aan die kant. Okay. De Friezen hadden al jaren ruzie over het onderhoud en ophogen van de dijken. Van samenwerking was geen sprake. Dit veranderde noodgedwongen in de 16e eeuw met de komst van de stadhouder van Leeuwarden, Caspar de Robles. Ik vind hem een beetje eng.
Hij heeft ook een hoop levens gekost, hè? Ja, maar door zijn werken zijn ook veel levens gered. Hij heeft de Friese zeedijken weer helemaal hersteld. Maar die Caspar de Robles, dat was 80 jaar oorlog, hè? Ja, het was 80 jaar oorlog, maar die vond na de overstroming van 1 november 1570, die enorm veel slachtoffers heeft vereist, dat de dijken in eerste instantie hersteld en verhoogd moesten worden. En toen heeft hij die dijk verhoogd naar 3,46 meter. Dat wordt op deze stenen duidelijk aangegeven. Er was erg ruzie tussen de Friezen wie nu wat moest doen. En hij heeft korte metten gemaakt en zegt, hier is de grensscheiding. De binnendijkers gaan dit gedeelte doen tot aan het Bilt. En de buitendijkers gaan dit gedeelte doen tot aan voorbij Makkum. En wouden ze dat? Nee, natuurlijk niet. Wilden ze het niet. En toen? Toen heeft hij die mensen gedwongen om dat te doen. En wanneer ze dan kwamen met brieven, kijk Caspar de Robles, ik heb het recht om alleen dit dijkvak te onderhouden. Zij verscheurde die de brief, gooide die in het gat en zegt, kijk boer, kan je jouw brief dijken? Zo nee, dan heb jij het te doen. Wil je het niet, opknopen die handel. En dat heeft hij gedaan ook? Dat heeft hij gedaan ook. Ja, ja. Maar toch een standbeeld. Toch een standbeeld, want hij heeft al enorm veel goed gedaan voor Friesland. Hij heeft duidelijkheid geschapen wie welk dijkvak moest onderhouden. Zo'n buitenlander, maar waarom deden die Friezen zelf niks aan hun dijken? Ja, die Friezen onderhielden hun dijken wel. Alleen Caspar de Robles wilde dat drastisch veranderen. Die wilde die dijken hoger hebben. Omdat hij dat land wilde beschermen voor zijn heer, Philips II. Later ook wel gebleken dat het nodig was. Jazeker, het was bitter nodig. En hij heeft dus die Friezen echt gedwongen om dat te doen. En heeft hij die Friezen ook gedwongen om dat monument voor hem op te richten? Ik denk dat het zeker zeer waarschijnlijk is. Dat was natuurlijk toch een onderdrukker eigenlijk. Ja, het was eigenlijk een onderdrukker en die toch heel veel goeds voor de Friezen gedaan heeft. Hij heeft het onderhoud van de zeedijken gestructureerd. De soms moeizame strijd tegen het water heeft de Friezen een landschap opgeleverd met grote contrasten. Het oude, kleinschalige landschap van Oostergo en Westergo wordt afgewisseld met grote, jonge zeekleipolders zoals het Bilt. Strak ingericht met een weids uitzicht. Tot op de dag van vandaag gaat de opslibbing van de kwelders in het noordelijk kustgebied verder. Maar voorlopig worden er geen nieuwe stukken land meer bedekt. Vind je het echt leuk om zo lijfelijk die historie in te duiken? Jazeker, want in het verleden luidt het heden. In het nou wordt het worden zal. In het verleden ligt het heden, in het nu wat het worden zal. Aldert, jij bent timmerman geweest, hè? Ja. Heb je hier in de omgeving ook nog panden neergezet? Hier in Minnetscha niet, nee? Maar op het Bilt wel. Is daar verderop? Op het Bilt heb ik wel meegeholpen aan huizen en andere dingen te bouwen. Dus je hebt toch het Friese land mee vormgegeven eigenlijk? Voor wat betreft het Bilt wel, ja. Want het Bilt, ah ja, dat looit me hoog. Dat wil ik voor elk wel weten. Het Bilt is mijn geboortegrond. En werd ik ook zwerf op de wereld rond. Het Bilt zal ik nooit vergeten. Waren hier aardappelen gekomen, dan was dat mensenwerk geweest. Dat het weer natuur is geworden, is ook mensenwerk. Want het landschap in Nederland is altijd mensenwerk.